Ze hebben de World Solar Challenge weer gewonnen. Het team van de TU Delft. En ook op de TU Twente is er champagne, want dat team werd tweede. In de verzengende hitte van de Australische woestijn legden de deelnemers 3000 kilometer af in een aantal op zonne-energie. En hoewel Delft voor de zesde keer won, zijn ze toch blij verrast. I really didn't think we would get this far. And of course not this fast. We drove pretty fast. We came in first. It is amazing. We're all really excited. We're all really thrilled. We still can't believe it. I thought that the 3000 kilometers will be boring, but they weren't at all. And we're really excited to become second. And we're very proud of our prestation.